gebruiken mensen Facebook wel zakelijk? En het antwoord op die vraag is ja. Behalve. En, dat is, en daarmee zijn we in Nederland een apart volkje ten opzichte van de internationale context. Wij zitten met de zogenaamde Hive-erfenis. Namelijk in de jaren 2004, 2005, 2006, toen Facebook opkwam, kwam in Nederland Hive op. En in diezelfde jaren kwam ook LinkedIn op. En wij hier in Nederland hebben toen besloten, Hive was natuurlijk ook heel speels en kinderlijk. Hive is ons privé social media netwerk en LinkedIn is ons zakelijk social media netwerk. Toen ging Hive op een dag dood en werd Facebook steeds groter. En wij als Nederlanders hebben toen bedacht, oh, Facebook is dus het nieuwe Hive. En LinkedIn is nog steeds zakelijk. Nou, ten eerste, ja, dat klopt ook, Margot. Ik zie nu uit mijn ooghoek een reactie van Margot die zegt, ik dacht dat jonge mensen niet minder op Facebook zitten. Dat is ook waar. Als je ziet naar de ontwikkelingen per doelgroep, is het al 2-3 jaar zo dat Facebook ernstig aan het vergrijzen is. De groep 65 plus en zelfs de groep 80 plus groeit nog steeds significant. En laten we wel wezen, in Nederland senioren hebben we natuurlijk heel veel van. Hè? Dus als dat jouw doelgroep is, dan zou ik zeker Facebook niet achter je laten. Maar terug naar zakelijk privé, Facebook en LinkedIn. Internationaal is het zo dat het veel gebruikelijker is om zakelijke contacten ook op Facebook toe te voegen en te bevrienden. Nederland hebben we daar wat moeite mee. Ik zou je adviseren, omdat de statistiek ook laat zien, Facebook zitten veel meer mensen op en ze zitten er veel vaker op dan LinkedIn. Hè? In de vorige webinar hebben we het gehad over social media zijn een virtuele kroeg. Nou, ik denk dat je met me eens bent dat de Facebook kroeg is gewoon een leukere plek om te komen dan de LinkedIn kroeg. Die is gewoon vrij saai en werkt niet zo goed. Dus ik zou je adviseren, werk allebei je kanalen. Uiteindelijk is wat voor jou succesvol is natuurlijk waar de mensen reageren. Maar ik zou zeker ook op Facebook aan de slag gaan, maar dan wel via de mensen. En wat je wil hebben is dat jouw mensen die bij je werken, bij je evenement komen, aan je project meedraaien, dat die enthousiast worden over wat zij meemaken binnen dat project op hun Facebookpagina. Wat je ook wil is dat als je een leuke persoonlijke relatie met zakelijke contacten begint op te bouwen, omdat je al vaker met elkaar projecten doet, omdat je met elkaar wel eens een lunch of een borrel hebt waarin je ook wel eens wat anders uitwisselt dan alleen maar die zakelijke inhoudelijke aspecten. Ja, ga lekker vriendjes met ze worden op Facebook. Zorg dat je reageert op hun post. En zorg dat aan jouw eigen zijde ja, de echt gênante privé dingen, die zou ik sowieso niet op Facebook zetten. Of je dat nou alleen maar privé gebruikt of niet, dat is spul wat je überhaupt niet op Facebook wil.